Volgens mij heb je een probleem met je camera, meneer de cameraman. Maar daar hebben we wat op gevonden. Vroeger toen ik op zee zat, stond ik vaak op de brug. En daar hebben we ook last van waterdruppels. En die waterdruppels die bleven op het glas plakken. Daar is op, aan boord hadden ze een raam met een roterend glas. Waar de motor in het midden zit. Door de snelle rotatie vliegen de waterdruppels van het glas af. En je hebt gewoon helder zicht. Maar als je een schijfje wilt laten draaien voor de camera, wil je de motor in het midden wil je natuurlijk niet hebben. Dat kun je helemaal niks meer zien. Vandaar dat we een schijfje hebben ontwikkeld. Die wordt aangedreven zonder centrale as. Ik heb hier een klein voorbeeldje met een cd'tje. Door de snelle rotatie van het glas, aangedreven door een motor aan de zijkant, hebben we geen as meer in het midden nodig. Alleen op deze wijze zal de motor zoveel kracht moeten opbrengen om het ding 1700 toeren per minuut te laten draaien, dat te veel wrijving en te veel energie gaat kosten. Toen kwam ik op het idee om een lager te gaan gebruiken. Door lagertjes te gaan gebruiken, hebben we minder wrijving, waardoor de motor minder kracht hoeft te zetten. Deze is nog te groot en denk ik niet toepasbaar. Het moet eigenlijk wrijvingsloos en daar hebben we het volgende voor verzonnen. Op basis van magneten. Ik heb hier een prototype van karton. Het zwarte stelt de magneet voor. Daaromheen zet ik een cirkel. Ook met magneten die elkaar afstoten. Dus we hebben het over min-min. Daarna pak ik mijn schijfje, mijn glazen schijfje, waarvan de randen ook voorzien zijn van magneten, min-min. Als ik dit schijfje hier inleg, dan gaat hij al zweven. Als ik een volgende ring pak, ook voorzien met min-magneten, en ik zet hem vast, dan zal het schijfje gaan zweven en wrijvingsloos kunnen ronddraaien. Dit schijfje plaatsen we voor de camera en we hebben geen last van druppels meer. Dit is het beste idee van Enschede en ik wil dit product graag doorontwikkelen.